Wim is binnen druk bezig. Maar ik heb ook een klusje te doen, hè, volgens mij. Ja, ik dacht dat is een mooi klusje voor Kees. Smeer Kees. Ik hou wel vast een paar doekjes bij de hand. Ik weet een beetje hoe ik ben. Niet te veel bewegen, Wim. Nu heb ik natuurlijk de volle verantwoordelijkheid. Mocht er een paneel aflazeren. Dat ik dat heb gedaan. Nou, jou de eer, Kees. Dan zoek ik even dekking. Ja. Ik ga even de hoofdschakelaar aanzetten. Ja, er wordt al druk gewerkt aan de camper, want het moment is daar. Zonder ruit? Ja. Zonder kijk uit ook met dat mes, hè, want ik wil ook nog naar Turkije. Als jij uit de buurt blijft wel. Ja. Dan leuke activiteit om zo met je vrouw te doen. Hoi, leuk dat je kijkt naar de laatste vlog alweer van 2023. Straks ga ik naar Barendrecht waar er een nieuwe voorruit in de camper gezet wordt. En ik kijk even mee hoe ze dat doen. Heel interessant om te zien. Maar eerst gaan we naar Harlingen en gaan we verder waar we vorige week gebleven waren. De camper wordt zo gemaakt dat we langer off-grid kunnen staan. En Wim is druk bezig van alles en nog wat in te bouwen. Dat zag je eerder al. De hele camper staat op zijn kop en wordt voorzien van onder andere een dikke lithium-accu, omvormer en zonnepanelen. We hebben al een lange dag inbouwen achter de rug en gaan de volgende dag verder. Ik overnacht in de loods van Wim. En de volgende morgen word ik wakker in een klein wereldje. Maar boven het wolkendek is dat wel anders. Heel goedemorgen, ik zat hier aan mijn bordje met granola. Lekker koffietje in de gembersap. Of dat nou slim is, dat weet ik niet, Wim. Goedemorgen, Wim. Moet je ook niet aan denken, gembersap, morgen? Nee. Nou, leuk dat je er weer bent. Ga eerst koffie zetten. Ik heb heerlijk geslapen vannacht. Dat is mooi. Wim gaat vandaag weer aan de slag om de klus af te maken. En ik ga hem ook even een handje helpen. Niet met deze weerwar en kabels, want daar heb ik geen kaas van gegeten. Laat dat maar aan hem over. Er moeten heel veel kabels getrokken worden en die moeten allemaal naar het centrale kastje lopen waar de apparatuur in staat. Ik kijk weer over Wim zijn schouders toe, want ik vind het toch wel heel gaaf om te zien. Het begint er al aardig op te lijken zo. De twee oude huishoudaccu's worden weggehaald en daar is dus de lithium-accu voor in de plaats gekomen. Wim is binnen druk bezig, maar ik heb ook een klusje te doen, hè, volgens mij. Ja, ik dacht dat is een mooi klusje voor Kees. Smeer Kees. Even smeren met Kit. Ja, smeren met Kit. Nou, dus ik heb een oude jas aangemeten gekregen, dus ik ga even het dak op. Twee panelen, die komen dan in van die kunststof steuntjes, hè? Hoeksteunen, ja. Ja, en die worden erop gekit, want dat is beter dan schroeven, heb ik ook begrepen. Ja, we gaan niet schroeven in het dak, want we kans op lekkages. Ja, dan hebben mijn pa weer een natte onderbroek als hij daar ligt te slapen. Dat moeten we niet hebben. Dat zal niet de eerste keer zijn trouwens. Nou, Kees gaat het dak op, jij gaat binnen. Ik ga binnen weer verder, dus ja. Succes. Yes. Ja, dank je. Nou, die zonnepaneel die je daar ziet, die zat erop. Ik weet niet precies hoeveel wat die hier was. Maar die wordt dus vervangen door tweemaal een Victron zonnepaneel van 175 watt. Je ziet ze hier liggen, ze liggen nog los, dus ik moet dat straks even gaan kitten.
die steuntjes hier, dat ga ik even doen. Maar dat communiceert makkelijk met elkaar. Dus deze die wordt niet meer gebruikt. En deze hebben we zo hier mooi naast elkaar synchroom. Ook leuk voor de drone shots, dan ziet het er toch mooi uit ook van boven. Die gaan we hier monteren. Ik ga aan de slag. Eerst maar eens even de boel vet vrijmaken. Nou, ik hou maar vast een paar doekjes bij de hand. Ik weet een beetje hoe ik ben. En dat kitten, weet ik toevallig, is nog niet zo makkelijk. En dan moet ik er ook nog eens een keer bij vloggen. En dan heb je je handen vol, dat zie je wel. Niet te veel bewegen, Wim. Dit zijn de kunststof hoekjes waar de panelen straks op komen te liggen en aan vastgeschroefd worden. Nu heb ik natuurlijk de volle verantwoordelijkheid, mocht er een paneel aflazeren, dat ik dat heb gedaan. Die kans is natuurlijk aanwezig. Wim is een gat aan het boren waar een schakelaar komt, zodat we straks het hele stroomvoorzieningssysteem aan of uit kunnen zetten. Zo Wim, je hebt goed je best gedaan. Nou ja, zover klaar. In principe technisch zou het moeten werken. Het is nog niet helemaal klaar, we moeten nog wat een en ander aansluiten. Ja, zonnepanelen nog, dat doen we morgen eventjes. We moeten nog wat kabels een beetje ordenen en vastmaken, et cetera. Ja. Maar in ieder geval technisch zou het zo... Zou die het zo moeten doen? Functioneren. Ja. Nou, jou de eer, Kees. Dan zoek ik even dekking. Ja. Ik ga even de hoofdschakelaar aanzetten. En dat is die. Nou, zo, als het goed is. De boel. Ja, ik hoor hem al. Wat is dat? Wat ik nu hoorde, dat klapje? Dat was het inschakelen van het hoofdcontact, zeg maar. Oké, dus dat is wel goed. Wat ja. Hier zit. Ik dat, denk. Nou. En dan moet straks ook waarschijnlijk dit schermpje ook aangaan. Ook gaan opstarten, ja, duurt eventjes. Nou, je hebt het echt super netjes gedaan, Wim. Daar zijn we heel blij mee, ook namens mijn pa, die is er even niet. Ja. Daar is die. Nou, dan moeten we nog een beetje in thuis komen. Het is heel herkenbaar, want ik heb dit control paneltje ook net iets ander, maar op de poot. Collega Wim gaat nu de zonnepanelen monteren en installeren. Hij haalt zijn hele trucendoos weer open. Er moeten nog kabels getrokken worden van de zonnepanelen naar de systeemkast. Ik duw de kabels even door de oude dakdoorvoer heen, zodat Wim ze naar binnen kan trekken. Oh ja, ik zie je. Ja. Het is licht aan het einde van de tunnel. Maar eenmaal binnen kunnen we niet onder de douche en de keuken door met de kabels. En dat gaat een probleempje worden. Moet ik hier aantrekken aan dat zwarte wat ik net liet zien? Ja. Zit niks? Nee, ik zie niks bewegen. Wim is in de kast verdwenen. Kom er maar uit. Ik kom weer uit de kast. Oh, het is wel een hele krappe kast, Wim. Wat een gedoe zeg. Moet even een paar draadjes trekken, maar de halve camper is uit elkaar getrokken. Ja. Oké, dus dit gaat niet meer. Nee, plan B. Het komt allemaal goed. Uiteindelijk besluiten we om de dakdoorvoer aan de voorkant van de camper te gebruiken. En zo gaat het wel lukken om de kabels goed bij het systeemkastje te krijgen. En werken we de kabels netjes weg in de kabelgat. Het systeem is nu volledig aangesloten en in werking. Straks laten we even het resultaat zien. Ik ga Harlingen verlaten en wil Wim en Victron Energy bedanken voor deze toffe upgrades. Dag Kees. Ik ga door naar Barendrecht, daar waar het volgende puntje van onze checklist afgewerkt wordt. Zo, ik ben bij Automobiel Glas Karnisse Lande. En er wordt al druk gewerkt aan de camper, want het moment is daar. Ik
komt een nieuwe voorruit. Voorruit. In. Hier zit hij in. Hier zit hij in. Zo. En Jolanda is even lekker aan het, wat ben je aan het doen? Droogmaken, hè? Ja, droogmaken. Dat is ook belangrijk. Ja, toch? Nou, ik heb zelden zo'n grote doos gezien. Nou, je vrouw helpt mee. Ja, wat, hoe moet je anders zo'n grote ruit van A naar B krijgen? Dat doen wij altijd samen. Teamwork. Jolanda? Ja. Is toch gezellig? Ja, toch? Familiebedrijf. Oh, zo, ik sta bijna in de doos nu. Ja. Nou, daar is die al, mensen. Deze ruit moet weer heel veel kilometers meegaan, heel veel avontuurlijke kilometers. Michel haalt de enorme ruit uit de doos. Je zal hem al laten vallen. Wat een ding, joh. Deze valt nog mee, hoor. Deze kan fatsoenlijk op één rekje. Ja. Ik heb erbij, die moeten echt op twee rekjes. Maar de camper moet ook een nachtje blijven logeren hier, hè? Ja. Moet even drogen. De ruit wordt gekikt met polyurethaankit. Met wat, poly? Polyurethaankit. Ik ga poly. Gewoon gelijk door. Ja, je hebt gelijk, hoor. Polyurethaankit. Of zoiets? Nee, polyurethaan. Oh, urethaan. Ja. We gebruiken voor campers iets flexibeler een kit. Dus het duurt langer voordat hij droog is. Maar omdat hij flexibel is, is hij met een grote carrosserie beter bestand tegen stuiteren, zakken, oneffenheden. Zeker als je met een paar rijdt, dan heb je dat echt wel nodig, hoor, een soort kit. Die rijdt nogal onbesuisd, Jolanda, ja. Het is zo dat, dat het eigenlijk een heel belangrijk deel is van de carrosserie van de camper, hè? Ja. Zonder ruit. Ja. Zonder kijk uit met dat mes, hè? Want ik wil ook nog naar Turkije. Als jij uit de buurt blijft wel. Ja. Als, zonder ruit kan je, mag je niet rijden. Nee, het is ook niet echt aan te vervelen. Denk zeker niet met dit weer. Nee, dat sowieso niet. Maar dus, het is echt onderdeel van de stevigheid van de carrosserie. Omdat die ruit dus hangt aan het chassis. Ja. Hij heeft voor de rest geen blokjes waar hij op rust. Kijk, dit is allemaal een vrij. Ja. Dus hij hangt echt aan het chassis. Hmm. En daardoor heeft hij gewoon een langere droogtijd nodig. En omdat hij zo groot is en we geen risico willen nemen, zeg ik altijd één nachtje lekker blijven slapen bij ons. Ja. En dan de volgende dag, in de loop van de dag, dan mag hij weer ophalen. Nou, om goed te kunnen werken halen ze de motorkap er vanaf. Het ziet er wel vet uit zo. Ja, Michel, ik ben super blij dat wij hier terecht kunnen voordat wij op pad gaan. Want sterretjes worden... Sterretjes worden regelmatig scheuren als je mee gaat rijden. Nou, je zag in de vlog eerder al dat het sterretje een sterretje was, maar ik ben natuurlijk naar Harlingen op en neer gegaan en toen werd het sterretje een scheur. Dat gebeurt en... Vluchtheuveltje, dingetje. Vluchtheuveltje, kou, warmte, temperatuurverschil. Ja. Spanning, beweging, stuiteren, drempeltje, noem maar op. Beetje mijn rijstijl. Ja, het kan van alles en op wat de oorzaak zijn. Ja, maar je ziet het hier. Ik weet niet of dat je het, nou misschien zie je het helemaal niet, maar hier zat dat sterretje. En nu is dat, ja, er zit ook nattigheid op, maar is dat een scheur geworden? En dat, daar mag je niet mee rijden of wel? Of is dat... Je mag er wel mee rijden, alleen het ligt aan meneer agent. Ja. Die jou... Hoe zijn pet staat. Hoe zijn pet staat, inderdaad. Maar het mag niet in het zicht zitten volgens mij, hè? Gezichtsveld mag je sowieso een enkele scheur hebben. Zodra je een scheur met een vertakking hebt, dus dat hij zich splitst, dan mag het weer niet volgens de RDW-APK. Okay. Maar dat is ook weer keurmeester afhankelijk, want de ene keurt bepaalde dingen wel goed en de andere niet. Dus het ligt er maar net aan hoe ze geslapen hebben. Hoe ze precies. Nou, wij nemen het zeker voor het onzekere en het is ook veel fijner hier om tegen zo'n scheur aan te kijken. Nee, deze moet absoluut gewoon vervangen worden. Het is wel een beetje een traditionele rolverdeling hier, Jolanda. Ik maak schoon na de... Is dat altijd zo? Nee, toch? Ja, wel. Ja? Ja, ja. Nou ja. Maar demonteren doen we ook samen. Oh, demonteren ook, ja. Het schudden voor gebruik. Eén schudden voor gebruik. En wat is dit nou, Jolanda? Dit is primer. Dat is om... hem straks aan de kit te laten hechten, om het even simpel te zeggen. Ja, precies. Je hebt een Janneke taal. Ja. Ook hier is het superleuk om te zien hoe deze vakmensen dit klusje klaren. Het pittigste klusje gaat nog komen voor Michel en Jolanda. Nou, en over teamwork gesproken.
is hoe ze dat doen. Helemaal in het ritme. Dan een leuke activiteit om zo met je vrouw te doen. Goed. Even rustig houden, Doekie. Ze zijn even gewisseld. Als een mes door de zachte boter. Huh? De ruit is nu los van de ket, dus is het belangrijk om even tegendruk te geven voordat hij op de grond valt. Dat moeten we niet hebben. Kijk, daar gaat hij. Is dat een raar gezicht of is dat een raar gezicht? De camper zonder voorruit. Nieuw er weer in. Maar dan moet je eerst waarschijnlijk gaan kitten, Michel, of niet? Nou, we gaan eerst de oude kit verwijderen. Ja. Dat is dit. Oh ja, 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 ja. Die gaan we verwijderen en dan gaan we de oppervlakte bewerken, droogmaken, schoonmaken, opruwen, ontvetten, primeren en dan gaan we pas kitten. Dus het zijn wel 5-6 stappen voordat we daadwerkelijk weer kunnen kitten. Nou, Michel, hier staat onze oude ruit. Maar wat gebeurt daarmee eigenlijk? Wordt dat gerecycled of zo? Ja, dat wordt gerecycled. Waar wij de nieuwe ruiten halen, kunnen we de oude ruiten weggooien. En in een container waar alleen zulk soort glas in wordt weggegooid. Ja, want je hebt ook bewerkt glas natuurlijk. Er zit een soort folie op of zo. Dus... Ja, klopt. En daar worden die in weggegooid en opgehaald en dan wordt het weer gerecycled. Dus wie weet ben jij straks met Oud en Nieuw aan het proosten met champagneglazen gemaakt van de ruit van de VV0 op PA. Ja, je weet het niet. De oude kit wordt nu verwijderd. Dit is de elasticiteit. Ja. Dit is nodig om de spanning van de carrosserie en het bewegen op te kunnen vangen. Zodat het niet één stijf geheel wordt. De primer gaat erop. Ik ben toch wel veilig hier, hè, of niet? Ja hoor. Er komt toch een apparaat tevoorschijn. Naar size dashmatter, hè, Jolanda? Ja. Het maakt toch indruk? Ja, toch? Ja, daar ben je toch opgevallen, neem ik aan. Toen had hij die nog niet. Nee? Nee. Nee, oké. Okay. De kit zit erop en de ruit kan geplaatst worden. Is dit dan het moment suprême? Ze maken zich klaar... voor de start. Een mooi moment. De camera loopt, laat er niets... We're waiting for. Je voelt geen druk toch, hoop ik? Nee hoor. Nou ja, ook jij hebt al eerder met dit... Oh, kijk, daar gaat hij allemaal. Zo. Ik zal spreken ook van alles af. Ja, ja. Dan gaan we deze... Rustig aan. And we have got a touchdown. Ik kom wel even naar jou toe. Ik zal hier even... Ja, je hebt maar één kans denk ik, hè, of niet? Ja. Het voorwerk is altijd het meeste werk, hè? Zelfs beschilderen, schuren, vol vrijmaken. Hij zit gewoon. Applaus voor jou. Applaus voor jezelf. Hou stil, de baas komt eraan. De baas komt eraan. Ja. Hè? Middag. Oh, ik word toch nog opgehaald hier. Ja, het is gelukkig. Ja, nou ja, je ziet het. Oh ja, ja, je ziet het erin, joh. Ja. Keurig. Ja? He? Hebben ze even gefixt. Hij is nu nog even het laatste paneeltje erop aan het maken. Ja. Kijk, zijn assistent, lieftallige assistent in Jolanda staat al klaar. Dat die had dus teamwork. Het is een beetje hetzelfde als hoe wij dat doen. Ja, nou ja. Ik heb samen met je moeder ook heel veel gewerkt, dus samen. Ja, maar dat is toch leuk? Ja, dat is heel leuk, vind ik ook, ja. Het is een beetje een plakrelatie hebben ze samen. Glassetje. Ja. Een glassetje. Nou, genoeg grappen gemaakt daarover. Nou, ik vind dat helemaal goed. Glassetje. Nou, we willen jullie... ja, we moeten nog even een nachtje blijven natuurlijk. Maar in ieder geval hartelijk danken. Ja, graag gedaan. Tot de volgende bestemming, zeggen wij altijd. Hoi. Vanuit Barendrecht zijn wij terug in Nieuw Lekkerland. We zijn de laatste voorbereiding aan het doen. Pa, wat ben jij aan het doen? Nou, dit ding het ophangen voor schoenen en voor kleine dingetjes. Maar ja, schoenenkastje hebben we niet meer. Dus wij dachten van, is dat wel handig om zo'n ding op te hangen? Ja, waarom niet? Waar je ook een zaklampje in kan doen. En, ga je dat nou schroeven erin? Ja. Komt het niet aan de andere kant eruit? Nee. Oh nee, nee. Lekker. Ja, ik wil zeggen, ja.
Nee, dat gaat wel goed, Kees. Ons wensenlijstje is inmiddels wel een beetje verfomfaaid, Baan. Ik weet niet wat ermee is gebeurd. Is Trixie ermee aan de haal gegaan? Ik denk een beetje nat geworden. Maar checklist hebben we aardig afgewerkt. Ja, niet. Zeker. Die nieuwe voorruit. Nieuwe voorruit, nou dat heb je zojuist gezien in de vlog. Dat is helemaal gelukt. Ja. Zijn we heel blij mee en hopen dat die lang heel blijft. Ja, en de nieuwe top sticker zit er weer op, Kees. Nieuwe, oh kijk, ja hoor. Nou, we zijn helemaal klaar voor, in ieder geval voor Duitsland. Ja. Ja. Maar we hebben ook nog, als we door Oostenrijk gaan, een vignet nodig. En door Bulgarije. Nou, dat komt allemaal wel goed, denk ik. Je moet best wel aan heel veel dingen denken als je zo lang een trip gaat maken. Oh, je staat precies achter me. Als dat wij gaan doen. Toch, Pa? We hebben heel veel voorbereidingen gedaan. Zeker. Oh ja, gasfles. We gaan, ja, gasfles. Dat zag je in de vorige vlog, dat ze een extra gasfles wilden. Nou, die staat er inmiddels in. Wel een wat kleinere als dat ze we hadden. Iets kleiner. Ik had gedacht iets groter, maar ik heb eigenlijk de verkeerde besteld. Maar je hebt nu wel bij elkaar 50 liter gas bij, hoor. Ja, dus bruikbare gas. Dus, en het is veilig ingebouwd. Ja, nou, dat kunnen we ook van de, ja, toch, van de checklist afhalen. Ja. En hadden we natuurlijk nog een extra wc-cassette op de checklist staan. Ook gescoord. Sneeuwkettingen nog mee natuurlijk. Want ja, we gaan op pad met winterse omstandigheden. Of tenminste, dat kunnen we tegenkomen natuurlijk. Hè? Ja. Oostenrijk, zelfs Duitsland, Bulgarije is ook flink losgegaan de afgelopen tijd. Dus die nemen we mee. Hebben we eigenlijk nog nooit nodig hoeven hebben. Ja, echt alles. Qua kleding moet ik alles meenemen. En winterse kleren en korte broeken. Zeker. Nou, ze zitten er al klaar voor, Pa. Ja, helemaal. Ze hebben er al zin in. Nou. Jij zit er ook klaar voor. Ja. Hey, Kees. Ja, maar dat Harlingen dat je daar geweest bent, die Wim... Die hebt dat toch netjes ingebouwd. Die Wim, die kan er wat van. Ja, zeker. Ja, en dat, wat het allemaal is, nou ja, er zit een accu, een omwormer en nog meer apparatuur, maar dat zal allemaal wel. Ik weet er wel redelijk wat. Ja, ja, precies. Ja. En dat is even spannend, tot nu toe werkt alles. Dan kunnen ze ook dat uitlezen? Ja, vanaf een afstand, ja. Als je wifi hebt? Ja, ja, of via bluetooth gewoon je telefoon aansluiten. Ja, dat is wel mooi. Op een afstand kunnen ze het uitlezen, Trixie. Want stel dat je vragen hebt vanuit Albanië of Turkije of Griekenland, dan kun je overleg plegen wat er aan de hand is. Ja? En hier kun je aflezen hoeveel capaciteit je nog in je accu hebt en wat je bijlaat voor je via zonnepaneel en via de auto. Wat je verbruik is inderdaad. Ja, ja. Op dit moment krijgen we maar liefst 12 watt binnen via het zonnepaneel. En dat is de afgelopen dagen echt treurig weinig. Belangrijkere vraag, kun je nou gewoon tv kijken s'avonds? Ja, zeker. Ja? Ja, en waterkoker. Kijk, ik heb even een waterkoker neergezet. Normaal gesproken zou je denken, nou, dat verrecht aardig wat stroom, dat klopt. Ja. Je zet hem aan en dan zal je hier zien, kijk, kijk hier. 973 watt vraagt de waterkoker. En, maar hij kan 1600 watt hebben. Ja, en dat oventje wel. Oventje. Super natuurlijk. Kan je ook gebruiken. Ja, niet allemaal tegelijk. Ja, maar dat kan je gewoon gebruiken. Ja, was tegelijk. Koffieautomaat. Koffieautomaatje. Kun je ook gewoon hier neerzetten. Ja, neem maar ook mee. Ja, de espresso die we hebben. Toch? Kijk, hier zie je de verschillende stromen. Hier wordt er nu vanuit de accu aardig wat stroom gevraagd. Je ziet het naar de omvormer toe. Die is natuurlijk met die waterkoker bezig. Nou, er is weinig bijdrage van het zonnepaneel, van de zonnepanelen. Het is de 12 volt circuit, dus ja, zo heb je een hartstikke mooi overzicht. Kijk, en als je hier aan de walstroom moet staan, wat eigenlijk niet meer hoeft, dan zie je hier. Zie je op dat, ja, dan komt daar een input. De walstroom heb je dus niet zo hard nodig, want als je gereden hebt, dan laat je ook bij. Ik zag dat net aardig bij laat, hoor, rijden de weg. Ja, dat regelt. Tenminste, als de motor loopt, ook zelfs stationair. Ja, nou, we gaan kijken hoe dat in praktijk allemaal gaat. Ja. Hoe zelfvoorzienend we zijn. Met water wordt wel warm. Wij kijken terug op een heel bijzonder jaar. Wat hebben wij weer mooie plekken. Van Spanje naar de Waddeneilanden, van de Waddeneilanden naar Schotland. Nou, niet die verbinding dan, maar inderdaad, dat hebben we gedaan. Ja, met de camper en de boot weer mooie avonturen. En jullie hebben weer meegenoten. Mooie beelden gemaakt, Kees, jij. Ja. Best gedaan om er iets leuks van te maken. Ja, ik heb weer geprobeerd er wat van te maken. En mijn liefdeswerk daarin gestopt. Het is hetgene wat ik het allerliefste doe. Hierbij in Vogelvlucht ons volgende bestemming avontuurlijke jaar. We hebben prachtige plaatsen bezocht in Frankrijk. En een groot deel van de winter doorgebracht in Spanje. Heerlijk de vrijheid opgezocht om lekker met de honden te kunnen dollen. En te genieten van de branding en zonsondergang. We hebben onbeschrijfelijk mooie routes gereden met de camper. Maar ook heel wat kilometers met onze fiets- en hondenfietskar. Mooie vader- en zoonmomenten gehad. En ontelbare haarspeldbochten genomen met vooral ook heel veel lol. We hebben grote steden bezocht zoals Barcelona, maar ook stadjes die decor waren voor Hollywoodfilms.
We stonden off-grid op de mooiste plaatsen. En hebben genoten van Spaanse specialiteiten. En we zijn voor een dag Benidorm Bastards geweest. En zijn terug geweest naar Chico zijn Spaanse roots. Hebben ons vergaapt aan belachelijke rijkdom en uiterlijk vertoon. En niet te gekloven zo mooi, Ronda. Paar zijn laatste kunstje op de skis hebben we meegemaakt in de Sierra Nevada. Toledo heeft ons ook verrast. En we hebben op geheel eigen wijze twee semi-woestijnen onveilig gemaakt. Met de vale gieren die ons in de smiezen hielden vanuit de lucht. Soms was het net of dat we door een maanlandschap aan het cruisen waren. En een paar uur later hadden we weer sneeuw in onze handen. In het voorjaar was het tijd om mijn drijvende huis op de kant te zetten voor de nodige onderhoud. En ik heb me in het zweet gewerkt. Daarna werd het tijd voor de eerste vaartrip van 2023. Yes. We zijn de prachtige slingerende rivier de Linge afgegaan. Maar ook wilden we naar de Wadden varen. En die trip begon met de nodige technische tegenslag. Maar met zo'n handige pa kwam dat helemaal goed. En ik kon solliciteren als Roetveegpiet. We zijn door schilderachtige plaatsjes gevaren. En met onderweg overal enthousiaste kijkers die ons begroeten. Nederland is zo mooi vanaf het water. En ik zag voor de eerste keer de Zaanse Schans. We worden achtervolgd! Door de kustwacht! We hebben doldwaarse avonturen meegemaakt op de Waddenzee. En met onder andere Arie en Caroline zijn we in konvooi naar Texel gevaren. Op dit eiland zijn we op sleeptouw genomen door mijn oud-collega Axel en zijn vriendin. We hebben heerlijk de vrijheid opgezocht en zijn voor anker gegaan. En hebben heel wat hoge golven getrotseerd op het IJsselmeer en Markermeer. En de ferry bracht ons voor het laatste vloggende bestemmingavontuur van dit jaar naar Schotland. We hebben historische steden bezocht en ontelbare kastelen. En van Schots weer was eigenlijk geen sprake. We zijn nog dronken van alle smalle slingerwegen die we hebben gereden. We hebben ons ondergedompeld in de Schotse tradities. Kijk uit! Ja, kom maar. Een onvergetelijk jaar was het. En bedankt dat je ons gevolgd hebt. Trixie is een beetje bang voor het vuurwerk, Kees. Ja, hè? We hebben speciale pilletjes, hebben we. Ja. En die krijgt hij, trouwens, die spuugt hij zo weer uit, hoor. Oh, dan douw ik in zo'n klein pilletje in het vlees en dan zie ik even later het pilletje nog liggen. Ja. Maar ze moet het wel doen, hè? Ja. Ze is zo bang. Ik heb de Turkse thee hier in mijn handen om even te proosten op het nieuwe jaar. Ja. Het is oudjaarsdag als je deze vlog bekijkt. Maar proost. Wat was er nou in het Turks? Ik was hem even vergeten. Ja. Even een slokje nemen, hè? Ja, dat is niet eenvoudig. Zat dat één. En dat is het enige Turkse woord wat we geleerd hadden. Dat zijn we nu weer. Ja. Het wordt één groot avontuur. Ik hoop dat jullie het weer gaan volgen. Want ja, de volgende vlog, als je zit te kijken, dan zijn we onderweg. Waar we dan zijn, geen idee. Maar ik zou zeggen, schakel in op de volgende bestemming. En dan beleven ze het mee. Ja, dan beleven ze het mee. Ja, ja, ja. Zo is het gewoon. Ja, dan reizen we mee. En iedere dag maak je ook berichten van natuurlijk. Ja, op Instagram en Facebook. Zo kan je het ook volgen. Ja. Nou, nu gaan we echt afsluiten. Like deze video nog eventjes als je hem leuk vond. Ja. Druk even dat belletje in, want dan weet je precies wanneer wij ons melden natuurlijk. Tot volgend jaar. Ja, en abonneer nog, hè. Niet te vergeten. Tot volgend jaar inderdaad. Ja. Bedankt voor het kijken en tot de volgende bestemming. Hoi!